Welkom bij de nieuwe tutorial van Jolanda Zaakwereld. Heel veel plezier! Hallo en welkom bij Jolanda's Haakwereld. Daar ben ik weer. Na een, maandje of drie. Twee, drie dat ik niet gehaakt heb. Tenminste, niet gefilmd heb. Ik heb wel een klein beetje gehaakt, maar het is echt niet veel. Omdat ik een blessure in mijn schouder had en armen. En ja, ik heb dat even een tijdje moeten laten rusten. En ik moet zeggen dat het nu een beetje beter gaat. En ik denk, kom, ik ga het proberen. We gaan een kleinere kleedje maken, ga ik proberen. En dan ga ik zien hoe het zich houdt. En hopelijk is het weer beter dat we weer lekker kunnen haken. Dus ik hoop het echt. Nou, ik heb deze gevonden op Facebook bij iemand. Ergens bij zo'n verzamelsite. En ik vond deze wel leuk, omdat je hier zo die aparte dingetjes ertussen hebt zitten. En mooi strak. Dit vind ik dan heel mooi strak. En dan hier speels. En dan hier weer mooi met boogjes. Dus ik vond hem wel leuk. Is ook niet te moeilijk. Dus ik denk, laat ik een simpele aanhouden. En deze kun je natuurlijk ook weer in een ring maken als een mandala. Maar ik ga nou niet alles in een mandala in een ring maken, want dan heb ik het hele huisje vol hangen. En aangezien het niet te verkopen is, en kleedjes soms nog wel, doe ik het, maak het als kleedje. En dat is het. Ja, ik heb zoveel nu, maar qua verkopen is er nul. Dus ja, erg jammer is dat. Maar goed, deze gaan we maken. En dit is het patroon. Wie erbij zit. Het is niet zo heel erg schokkend. De steken zijn stokjes lossen en aan elkaar haken met een halve vasten enzovoort. Hij staat hier voor 40 centimeter. Maar goed, het ligt natuurlijk met wat je gaat haken en met welke haaknaald. Deze is gehaakt met nummertje 1. En ik haak hem dus met 1.25. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien zo. Ik denk het niet, is het te donker voor. Maar ik ga met 1.25 proberen. Lukt het niet, ga ik terug naar 1.5. En dan wordt hij natuurlijk groter. Ik ga het doen met scheepjes vol wax maxi. Deze heb ik toen nog gekocht hier in de plaatselijke... een plaatsje verderop. Want die heeft scheepjes vol maxi. En in ieder geval deze, even kijken, 100 gram. Er zit 560 meter op. Je kunt het wassen op 60 graden. En haaknaald wordt aanbevolen 1.25 bij 1.5. Maar je kunt het ook makkelijk met een 1 doen hoor. Heb ik ook al gedaan. Dus dat gaat perfect. Dit is kleur nummer 3. Of 215, sorry. En het is 100% katoen. Ik ga het met een kleurtje blauw maken. Mijn kleur, mijn lievelingskleur is blauw en zwart. Dus dit gaat er morgen met blauw. En nou goed, haaknaald. Een speldje of een steekmarkeerder wat je nodig hebt. En ja, voor de rest niks. Ik zou zeggen, pak je spullen erbij en dan gaan we zo beginnen. Goed, wij gaan een opzetlus maken. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dus ik doe het altijd gewoon op deze manier. Zo heb ik het geleerd. En onze haaknaald erin. Even mijn
goed zetten, mijn camera. Zo. Ik moet nog weer een witte kleed hebben hier. Want dat was wel prettig. Maar goed, ik kan nu niet naar een winkel. Erg vervelend, want die zitten dicht. Goed. Wij gaan 12 lossen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Dan gaan we weer terug naar het allereerste steekje en dan gaan we hem sluiten met een halve vaste. Je steekt in, je haalt je draad door die opening en je gaat gelijk door de opening van je haaknaald, die lus, en dan ga je hem ook met een halve vaste vastzetten. Gewoon er doorheen, als je dat wil. Kom op, ja, hebbes. Zie je, dan heb je een rondje. In dit rondje gaan wij nu 24 stokjes haken. Dus ik ga 1, 2, 3 omhoog. Dan sla ik om. En dan ga ik in de opening en over dit draadje heen. En dan halen we onze draad op. Omslaan door 2, omslaan door 2. Dat is nummer 2. Dan gaan we weer omslaan in de opening. Je draad er doorheen halen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan over je haaknaald in de opening, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En nog één. Dit ga je 24 keer doen. En ook met die drie hele, of die drie losse die we net gemaakt hebben, die tel je mee. Dus ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ga nog even die 24 haken. En dan kom ik zo bij jullie terug en dan ga ik vertellen hoe we hem gaan sluiten. Nou, we zijn nu, ik heb hier 24 stokjes gehaakt. Ik heb hier over dit lusje heen gehaakt. Die kunnen we straks gewoon afknippen, dan hoef je niet meer weg te werken. Nu gaan we sluiten in de derde lus van onderen. Maar je kunt het ook zo zien. Je ziet hierboven zie je een V-steek. Daar moet je dus niet in. Maar net onder die steek, onder die V-steek, dat is altijd de derde. Of de vierde, wat je ook maar los hebt gehad. En daar steek je in, haal je draad er doorheen en gelijk door de draad van je haaknaald. En dan zit hij dicht. Dit draadje kun je afknippen, want die heb je niet meer nodig. Ga even kijken waar mijn kleine skaartje is. Ja. Ik haal hem er altijd even af. Ik vind hem erg vervelend dan. Zo. En klaar. Nou, gaan we naar de volgende ronde. Ronde 2. En die gaat als volgt. En dan pak ik wel een speldje erbij. Wat we gaan doen is er 3 omhoog is een stokje. 2, 3. Dan ga ik in die derde. Daar doe ik mijn speldje in. Want daar moet ik straks sluiten. Hierna doen we nog 2 lossen. 1, 2, dat is het boogje. Dan slaan we weer om. Dan gaan we in de volgende steek doen we een stokje. En dat is gelijk deze steek die je tegenkomt. Dus hier gaan we een stokje in maken. Draad ophalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Daarna doe je 2 lossen. 1, 2, omslaan en in de volgende stokje doen we weer een stokje. Omslaan door 2. Omslaan, in het volgende stokje maken we weer een stokje. Zo. En dan doen we weer 2 lossen. Omslaan, in het volgende stokje weer een stokje. En dat ga je helemaal ronddoen totdat je hier bent. En dan mag je hem van mij al sluiten in de derde lus. De meeste wie altijd mijn werk wel gemaakt hebben, de meerdere mandala's, die weten dat ze hem al hier kunnen sluiten met een halve vaste. Weet je het niet, geen probleem. Ik ga hem zo samen met jullie dan sluiten. Nou, ik heb hier al die boogjes gemaakt met 2 stokjes, of 2 lossen en een stokje. En dan ga je op het laatst, heb je hier een stokje gemaakt, doe je nog 2 lossen.
En dan zet je hem vast in de derde lus van onderen. Of je gaat tellen. Je hebt hier die ene. En dan kun je hier 1, 2. En dan ga je de derde van boven vastzetten met een halve vaste. En dan ben je weer rond. Dat was afdeling nummer 2. Hopla. Dan gaan we naar nummer 3. Oké. Dan moet ik... Ik moet hier in het midden komen van het boogje. Dus wat we gaan doen is in de allereerste steek, wie je tegenkomt hier, dan ga je insteken, je draad er doorheen en gelijk door de draad van je haaknaald schuif je iets op. Daarna ga je hier in de opening ook je draad er doorheen halen. Zo. En ook weer door de draad van je haaknaald zit je in het midden van je boogje. Dan gaan we 3 omhoog. 1. 2, 3, dat is een stokje. Ik ga weer in de derde lus mijn speldje in doen. En waarom doe ik speldjes? Omdat dat zo mooi dun is en omdat je hele dunne garen hebt. En als ik dan een steek markeren doe, is het dik, vind ik. Dus ik doe dat altijd met een speldje. Daarna doen we nog 1 losse, want dan gaat 1 losse tussen. Dan gaan we omslaan en dan gaan we in dezelfde boogje nog een stokje haken. Dus dan heb je een V-steek met 1 losse ertussen. Dan gaan we naar de volgende. En je gaat weer omslaan, in de opening insteken. En we gaan daar een stokje maken. 1 losse, omslaan en we gaan in dezelfde opening nog een stokje. Dat is nummer 2. Weer omslaan, in de volgende opening een stokje. 1 losse en weer een stokje. Dan weer naar de volgende, een stokje. 1 losse en weer een stokje. Het nadeel van deze garen is dat het krult, maar dat doet al die dunnere garen. Zo. En dat ga je helemaal rond doen. Dus eigenlijk doe je hier 2 stokjes met 1 losse ertussen. Kom je weer hier, kom ik bij jullie terug, gaan we hem samen sluiten. Nou, we zijn helemaal rond geweest. We hebben overal die V-steekjes gemaakt. En dan ga ik hem vastzetten in die derde lus. Dus ik haal mijn speldje hier uit. En dan zet ik hem hier vast in die draad er doorheen en door de lus van de haaknaald. En dan is hij weer rond. Dan gaan we nu naar deel 3. En deel 3 gaat als volgt. We gaan 3 omhoog, is een stokje. Dan slaan we om. Dan heb je hier in het midden die ene losse. En dan gaan we dus in die opening. En dan gaan we een half stokje maken. Dus we slaan onze draad er doorheen halen. Dan slaan we om en dan gaan we door 2 lussen. Want we gaan 3 stokjes samen haken. Daarna doen we weer omslaan. Dan ga je naar het volgende stokje en dan steek je in de lus. Je draad ophalen, omslaan door 2. Dan heb je 3 lussen op je lijn of op je haaknaald. En dan ga je door alle 3 lussen omslaan en doorhalen. Daartussen doen we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we naar de volgende V-steek. Ik ga hier een beetje draad pakken. Dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we omslaan. In de eerste stokje een half stokje maken. Een onafgemaakt stokje. Dus we halen onze draad op. Omslaan door 2. En we houden 2 lussen op de haaknaald. Dan weer omslaan. Dan ga je in de opening je draad ophalen. Omslaan en dan door 2. Dan heb je de 3. Dan weer omslaan en dan ga je in het laatste stokje je draad ophalen, omslaan door 2. Dan heb je 4 lussen, dan doe je omslaan en door alle 4 lussen. Dan heb je 3 stokjes samengehaakt. Nou, dan doen we weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je hier weer in het eerste een stokje omslaan door 2. 2 op de haaknaald laten, weer omslaan in de opening. Je draad doorheen halen, omslaan door 2. Heb je 3 lussen, weer omslaan in het laatste stokje.
je draad ophalen, omslaan door 2 en dan heb je weer 4 lussen, omslaan en door alle 4 lussen en dan weer 3 lossen. Nou, dan gaan we weer zo'n toefje maken. Omslaan in de opening een halfje weer en in het laatste stokje doen we ook weer 2 omslaan en door 4 lussen. Nou, dat ga je dus helemaal rond doen, dus 3 lossen en 3 samengehaakte stokjes maken. Als je weer hier bent, kom ik bij je terug en dan gaan we hem samen sluiten. Nou, we zijn weer helemaal rond. Ik heb hier die laatste 3 stokjes samengehaakt en toen heb ik 2 lossen gemaakt. Dus 2 lossen. Dan gaan we omslaan en dan gaan we hem hier bovenop vastzetten, want we hebben die 3 samengehaakt. Dus dan moeten we hem hierboven gaan we vastzetten, draad ophalen, omslaan en door alle 3 lussen gaan. Dan kom je in het midden van jouw boogje. Nou, dan gaan we naar de volgende ronde en hier gaan we 3 lossen doen. Dat is een stokje. En nu gaan we 2 stokjes samen haken. Omslaan en dan ga je niet in de opening, maar in de steek werken. In de allereerste steek, de losse, zeg maar, daar ga je insteken nu. Zo. Dan ga je draad doorheen halen, omslaan door 2. Dan heb je 2 lossen en dan ga je door alle 2 lussen. Want je gaat 2 samen haken. Dan gaan we nu 1, 2, 3, 4 lossen doen. Dan ga je omslaan en dan ga je in dezelfde opening, maar dan in de laatste steek insteken. Je draad ophalen, omslaan door 2. Hou je 2 lussen op de haaknaald. Doe je weer omslaan en dan ga je naar de volgende opening. En dan ga je hier in de eerste steek insteken. Draad ophalen, omslaan door 2. Dan heb je 3 lussen. Omslaan en door alle 3 lussen. En dan doe je weer 4 lossen. 3, 4. Omslaan. En dan ga je in dezelfde opening, maar dan de laatste steek weer. Je draad ophalen. Omslaan door 2. Weer omslaan naar de volgende opening. En dan weer in de eerste steek. Je haaknaald erin doen. Ophalen. Omslaan door 2. Dan heb je 3 lussen en dan ga je door 3 lussen. En dan 4 lossen. 2, 3, 4. En dan ga je weer omslaan. In de laatste steek insteken. Je draad ophalen. Omslaan door 2. 2 lussen op je haaknaald houden. Omslaan. Dan hier in de volgende opening in de allereerste steek weer. Omslaan. Door 2. Dan heb je 3 lussen. En weer door 3. En dan ga je weer 4 lossen doen. Nou, dat ga je helemaal rond doen. En als je straks weer rond bent geweest en je komt hier, dan ga ik je vertellen hoe we hem dan weer gaan sluiten. Goed, zijn we weer. Ik heb hier de laatste 2 samengehaakt. Heb ik 4 lossen. En dan moet ik hem hier bovenop vastzetten, want dat was samengehaakt. Dus ik ga mijn haaknaald eruit, of mijn speldje. En dan ga ik hem hier in vastzetten met een halve vaste. Zo. En dat lussen haaknaald. Zo, dan zijn we weer helemaal rond geweest. Dan gaan we naar ronde 6 alweer. En wij gaan hier in deze opening willen komen. En ik ga in de allereerste steek insteken. Draad doorheen halen en ook door de draad van je haaknaald. In de tweede doen we dat ook. Zo. En in de opening van jouw van je opening, hè? Ook even een halve vast. Dan zit je aardig in het midden. Dan gaan we daar 3 stokjes in haken. Ik ga 3 lossen doen. En dan gaan we in dezelfde opening nog 2 stokjes erbij haken. Zo. Daarna doen we 1 losse. Oh, wacht even. 1 losse.
Dan gaan we naar de volgende boogje en daar gaan we ook 3 stokjes in maken. 1, 2 en 3. Dan doen we 4 losse. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we naar de volgende boogje en daar doen we weer 3 stokjes in. 1, 2, 3. Dan doen we 1 losse en dan gaan we naar het volgende en daar doen we weer 3 stokjes ook in. 1, 2 en 3. Daarna doen we weer 4 losse, dus het is om en om, 4 in 1 losse. In de volgende weer 3 stokjes inhaken. Dus hier ga je weer 3 stokjes in maken. 1, 2 en 3. 1 losse. En dan ga je hier ook weer 3 stokjes in maken. En zo ga je helemaal rond. En als je dan rond bent geweest, dan kom ik straks terug en dan gaan we hem samen sluiten. Goed, we hebben weer de laatste gemaakt. Dan heb ik hier die 4 lossen gemaakt en die gaan we vastzetten in het eerste stokje in de derde lus van onderen. En dat is gelijk hier zo weer, net onder die grote lus zeg maar. En een halve vaste. Oh, wacht even, moet ik wel even goed doen. Komt omdat de kat er net voor zat. Aan geen lichtje. Zo. Nou, nu gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Dus we gaan weer 3 omhoog. En we gaan in ieder stokje een stokje zetten. Zo. Nou, en waar we dan nu 4 lossen hebben, doen we nu ook weer 4 lossen. Dus hier hebben we 1 lossen. Dus dan doen we ook 1 lossen. En dan gaan we weer hier 3 stokjes maken. 1. 2 en 3. En dan doen we hier weer 4 lossen. En dan ga je hier weer die 3 stokjes maken. Nou, en dat ga je gewoon helemaal weer omdoen. En dan zit je hem dadelijk weer vast met een halve vaste in die derde lus van onderen, wat je net ook gedaan hebt. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou goed, we hebben hem gesloten in de derde lus en dan gaan we nu naar de volgende ronde en dat is ronde 8 en dan gaan we weer 3 omhoog en dan gaan we hier weer 2 stokjes haken, 1 en 2. Nou, dan moet ik hier in die ene losse die we hier gemaakt hebben, daar doe ik dus nu ook een stokje in maken. Nou ja, mag ook in de opening, hoeft niet in de lus. Ik doe het dan maar in de opening. En dan doen we hier ook nog weer 3 stokjes aan het eind. Dus dan heb je 7 stokjes achter elkaar gemaakt. Zo. Daarna doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan ga je weer naar de stokjes toe. Hier weer 3 stokjes. 1, 2, 3, in de opening een stokje en hier weer 3 stokjes. Dan heb je weer 7 stokjes achter elkaar en daarna doe je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je die stokjes weer doen. Helemaal rond, kom je weer hier, heb je die laatste 5 lossen gemaakt, zet je hem hier weer vast in de derde lus met een halve vaste en dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, dan hebben we hem weer gesloten in die derde lus en dan gaan we nu naar ronde 9 is het alweer en we gaan weer 3 omhoog, dat is een stokje en dan gaan we hier weer 3 stokjes achter elkaar, dus dat is de tweede en nog eentje is 3. Dan gaan we in de volgende, daar doen we 2 stokjes in, dus dan ga je meerdere. En dan ga je in de laatste 3, dan gaat gewoon weer 1 stokje in, dus weer 3 stokjes aan het eind. Zo. Nou, en dan doen we wel weer 5 lossen. 2, 3, 4,
5. Nou, dan ga je eerst weer de eerste 3 gewoon een stokje, 1 stokje erin. En nummer 3. En in de 4e steek doen we de 2 in. 2 stokjes in 1 steek. En in de laatste 3, dan gaat gewoon weer 1 stokje in. Zo. En dan doen we weer 5 lossen. 3, 4, 5. En dan ga je weer verder. Nou, dat ga je helemaal rond doen. En als je weer hier bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, daar zijn we weer. Ik heb hem weer dichtgemaakt. Met een halve vaste. En dan gaan we naar ronde 10. En dan gaan we nu weer 3 omhoog. En we gaan nog 3 stokjes erachteraan doen. 1, 2, 3. Dan heb je 4 stokjes achter elkaar. Dan doen we 1 losse. En dan gaan we weer 4 stokjes maken aan de andere kant. 1, 2, 3 en de laatste is 4. En dan weer 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dan gaan we eerst weer 4 stokjes doen. 1, 2, 3. En de laatste is 4. Dan doen we 1 losse. En dan gaan we weer 4 stokjes achter elkaar doen. En dan gaan we naar de andere kant. 2, 3 en 4. En weer 5 lossen. 3, 4, 5. En dan ga je weer 4 stokjes doen. 1 losse en weer 4 stokjes. Nou, als je hier bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik straks terug voor ronde 11. Nou, we hebben hem weer gesloten. We gaan nu naar ronde 11 en dan gaan we weer 3 omhoog. En dan gaan we weer 4 stokjes achter elkaar doen. Dus de eerste in de volgende is 2. Volgende is 3. En de volgende is 4. Dan doen we 2 lossen. En dan gaan we weer 4 stokjes aan de andere kant maken. 1. 2. 3. En de laatste is 4. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer 4 stokjes. 1. 2. 3. 4. 2 lossen. En weer 4 stokjes. 1. 2, 3, 4 en dan 5 lossen, 4, 5 en dan ga je helemaal rond doen. En als je weer hier bent, zet je hem weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks terug voor ronde 12. Nou, we hebben hem weer gesloten en dan gaan we nu weer naar de volgende ronde 12 en we gaan weer 3 omhoog. En dan gaan we hier die stokjes er maken, die 4 stuks. Dit is nummer 3 en dit is de laatste is 4. Dan kom je bij het boogje van die 2 stokjes of 2 lossen. Dan mag je in de opening en dan gaan we 2 stokjes maken in de opening. Je mag ook in de steek werken. Ik doe dat gewoon in de opening. En dan ga je hier weer die 4 stokjes maken. En dan heb je, als het goed is, 10 stokjes achter elkaar. Zo. En dan doen we weer 5 lossen. 2, 3, 4, 5. En dan ga je hier weer 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En dan in de boog hier ook weer 2 stokjes. Oh, wacht even. Hier weer 2 stokjes. 1, 2. En hier ga je weer 4 stokjes maken.
een stokje op een stokje. Zo. Nou, dan ga je weer 5 lossen doen. 2, 3, 4, 5. En dan ga je weer allemaal stokjes maken. Nou, dan ga je helemaal weer ronddoen en dan zet je hem hier weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, ben we helemaal rond geweest. Ik heb hem gesloten in de derde lus en nu moet ik, even kijken, 5, 1, 2, 3, 4, 5 stokjes naar voren. Dus dan ga ik in het volgende stokje steek ik in, haal ik mijn draad door en door de lus van de haaknaald, dus 1. 2, 3, 4 en 5. Zo, dan zit je in de vijfde stokje. Dan gaan we 3 omhoog. Dat is een stokje. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5 stokjes achter elkaar. Dit is de eerste. De volgende is 2, 3. 4, 5. Dan doe je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4. 5. Dan doen we 2 lossen. En dan ga je hier weer gewoon verder. En weer 5 stokjes. 1. En dan doen we weer 5 lossen. Nou, dat ga je dus helemaal doen. Dus 5 lossen. 5 stokjes. 2 lossen en weer 5 stokjes terug. En dan krijg je een boogje in het midden. Nou, ben je straks weer klaar hier? Heb je hier die 5 stokjes gehaakt. 2 lossen en dan zet je hem vast hier in die derde lossen. Nou, dan kom ik straks weer terug voor de volgende ronde. Nou, we zijn weer rond. Ik heb hier het laatste boogje gemaakt, vastgezet, weer met de derde lus. En dan gaan we nu weer 3 lossen maken en gaan we weer 5 stokjes achter elkaar doen. Met die 1 erbij geteld. Dit is 2, 3, 4 en 5. Zo. Dan gaan we 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we hier weer die 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lossen. Eén, twee, drie, vier en de laatste is ook weer 5. En dan doe je 4 lossen. Dus hier 4 lossen en hier tussen 3. En de rest gewoon stokjes. Ga je weer helemaal rond, zet je hem hier weer vast met een halve vaste. Dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Goed, daar zijn we weer. Ik heb hem weer gesloten hier in de derde lus met een half vaste. Gaan we nu naar ronde 14 en dan gaan we weer 3 omhoog. Dat is een stokje. En dan gaan we hier weer gewoon op ieder stokje een stokje zetten. 2. De volgende is 3. De volgende is 4. En de laatste 5. Dan doen we 4 lossen. 2, 3, 4. Dan kom je hier en daar doe je ook 5 stokjes haken. Even wachten. Hier 5 stokjes. 1,
2, 3, 4 en de laatste is 5. Dan 3 lossen en weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan weer 4 lossen. Dus om en om 4 lossen en 3 lossen. En weer 5 stokjes. En dan dadelijk ga je weer naar 3 stokjes lossen. Nou, en zo ga je dus helemaal rond. Nu net hadden we 4 lossen en 5 stokjes. Dan gaan we nu weer 3 lossen doen. 1, 2, 3 en weer 5 stokjes. Helemaal rond. En als je hier weer bent, zet je hem weer vast in de derde lus. En dan kom ik zo terug voor de volgende ronde. Nou, zijn we weer. We hebben weer gesloten. Gaan we naar de volgende ronde. En dat is ronde 14, 15. En we gaan weer 3 omhoog. En we gaan weer 5 stokjes haken. Dus in ieder stokje gaat weer een stokje op. Hier bovenop. 1. 2. 3. 4. Daarna doen we 3 lossen. En dan ga ik hier ook weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nou. Daarna 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Het is nu 5 en 3 lossen ertussen. Dus na deze 5 lossen, dan doen we weer 5 stokjes. En daarna 3 lossen. En weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan weer 5 stokjes en 5 lossen en 3 en weer 5 stokjes. Nou, dat ga je dus helemaal rondom doen. Dus hierna, dit zijn de 3 lossen en dan straks doe je weer 5. Dus 3 om 5 en 5 stokjes. En als je weer hier bent, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vast. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, zijn we weer. We hebben hem weer gesloten. Dan gaan we weer 3 omhoog is een stokje en we gaan weer 5 stokjes maken hier. Dus we gaan in het volgende een stokje en hier een stokje. Nu gaan we weer die 2 lossen, die losse boogjes zeg maar, die gaan we weer veranderen. Hierna doen we 2 lossen en weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, na die 2 lossen, dan gaan we 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat is het dus. Dus 5 lossen. Of 5 stokjes, sorry. En dan heb je 2 lossen en dan 5 stokjes en 7 lossen ertussen. En hierna, na deze 5 stokjes, doen we weer 2 lossen. En daarna weer 7 lossen. Dus het zijn 5 stokjes, 2 lossen, 5 stokjes, 7 lossen. Nou, en dat is dus alles wat je moet doen. 2 en 7. En dan nog gewoon de 5 stokjes. Ben je weer hier, zet je hem weer vast in de derde lus van de halve vaste. En dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, zijn we weer. En nu gaan we naar ronde 16, 17, 18, 17.
Dan gaan we hier weer 3 omhoog. Dat is weer een stokje. 1, 2, 3. En dan gaan we hier weer gewoon die 5 stokjes maken. 1, 3, 4 en 5. Dan doen we 1 losse. En dan gaan we hier weer 5 stokjes maken. Het is wel irritant dat krul zo erg. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan doen we 3 losse. Dan gaan we hier in de 4e lus, in de 4e steek. We gaan omslaan in de 1e, 2e, 3e, 4e steek. Dan steken we in en daar doen we 3 stokjes in maken. In dezelfde steek. 1, 2 en de laatste is 3. Dan doen we weer 3 lossen. En dan gaan we hier weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5, 1 losse, hier weer 5 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5 en dan 3 lossen, omslaan in de 4e lus en daar doen we 3 stokjes in, 1, 2 en de laatste is 3 en dan weer 3 lossen en dan ga je hier weer die 5 stokjes maken. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je weer rond bent geweest, zet je hem weer vast in de 3e lus met een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan ga ik je vertellen hoe de rest moet, hoe de volgende ronde moet. Maar dit is het. Nou, tot zo. Dan zijn we weer. Ik heb hem weer gesloten. En dan gaan we nu weer 3 omhoog is een stokje. En dan gaan we 4 stokjes maken. Met deze erbij. 1. Dit is nummer 2. Nummer 3 en de laatste is nummer 4. Dan gaan we nu 2 stokjes samen haken, dus we gaan omslaan. In het laatste stokje halen we onze draad er doorheen. Omslaan door 2, dan hou je 2 lussen op de haaknaald. Daarna doen we weer omdraaien, omslaan. En dan ga je de allereerste stokje van de volgende 5, je draad ophalen, omslaan door 2. Dan heb je 3 lussen en dan ga je omslaan door alle 3 lussen. Nou, en dan ga je gewoon hierna weer 4 stokjes maken. 1, 2, 3. En dan gaat hij weer krullen. 2, nummer 3 en nummer 4. Daarna doen we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we nu in deze opening gaan we 3 stokjes haken. Je hebt hier 3 lossen, dus ik ga gewoon in de steek werken. Je mag ook gewoon in de opening doen. Ik ga dat nu gewoon in de opening doen. Dat had ik net ook gedaan met de anderen, hè. Dus dan ga ik dat nu ook doen. Anders krijg je het zo raar, denk ik. Zou je het in de steek doen, dan is het wel mooier. Ik zal deze zo in de steek doen en dan kun je zien dat hij heel mooi gelijkmatig is. Dan dat je het zo doet. En dan gaan we 2 lossen doen. 1, 2. En dan ga je hier in de volgende 3 ook weer 3 stokjes. Nou ga ik in de steek werken en dan kun je het verschil zo zien. 1, 2. Heel persoonlijk vind ik in de steek altijd veel mooier dan
er zo doorheen. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Maar ik vind dat mooier. De meesten doen het gewoon in de opening, omdat ze dat sneller gaat. Ja, dat is ook zo. Kijk, nou heb je hier en deze. Zie je dat? Het verschil. Deze vind ik mooier. Maar goed, dat is ook ieder zijn eigen dingetje. Dan doen we weer drie lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we hier weer vier stokjes maken. Dus hier in het allereerste stokje, daar doen we weer een stokje in. 1, 2, 3, 4. Nou, dan ga je deze twee weer samen haken, omslaan, in het laatste stokje je draad ophalen, omslaan de twee, twee lussen op de haaknaald houden, weer een keer omslaan, in de volgende stokje draad ophalen, omslaan de twee, heb je drie lussen en dan omslaan de drie. Dan gaan we hier weer vier stokjes haken, dus in de volgende, 1, 2, 3 en de laatste is 4. Dan doen we 3 lossen en dan ga je deze opening 3 stokjes maken. 1, 2, 3, 2 lossen en in de volgende opening ook weer 3 stokjes. 1, 2, 3 lossen en dan ga je hier weer 4 stokjes. 1, 2, 3 en de laatste is 4. Nou, en dat ga je dus helemaal rondom doen. Ben je weer hier, zet je hem weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks weer terug voor de volgende ronde. Nou, we zijn er weer en ik heb hem gesloten met een halve vaste en dan gaan we nu weer 3 omhoog. Zo. En dan gaan we 3 stokjes achter elkaar doen met deze erbij. En dit is ronde 19 trouwens. Dan gaan we hier een stokje maken in de volgende en in de volgende ook nog een stokje. Dan hebben we de 3. Dan gaan we 2 stokjes weer samen maken. Dus we gaan in de volgende die gaan we een ophalen, omslaan de 2 en 2 lussen op je haaknaald. Doe je weer omslaan, maar dan doe je niet die volgende, want dat is die 2 die we samen gehaakt hebben, maar de volgende. Dus deze 2 niet, want die heb je samen gehaakt, die niet, maar wie ernaast zit. En die ga je insteken en omslaan de 2 en dan omslaan de 3. Dus niet het samengehaakte stokje, maar die erna zit. En dan doe je weer 3 stokjes achter elkaar. 2 en, oh, even onder de 2 lussen door. 3. Even kijken. Ja, dan gaan we nu, nou moet ik even goed tellen, 7 stokjes, of 7 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan kom je hier weer terecht bij deze groepjes. En dan gaan we 4 stokjes haken. Dus we gaan in, van die 3 stokjes in de laatste. Daar doen we een stokje in. Zo. In die 2 lussen. Dus in die 2 lossen die we gemaakt hebben. Doe ik een stokje in. In ieder stokje eentje. Dat is 3. En in het eerste stokje wie je daarna komt, daar doen we ook een stokje in. En dan heb je 4 stokjes achter elkaar gemaakt. Daarna doen we weer 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dan kom je weer hier terecht bij deze groep. En dan gaan we weer als volgt. Eerst 3 stokjes haken achter elkaar. 1, 2,
3. Dan weer omslaan. Dan gaan we in de volgende een half onafgemaakt stokje maken. Hou je 2 op de lijn, omslaan. En dan ga je niet hier de volgende maar eentje overslaan. En in de tweede, daar doe je dan een stokje weer onafgemaakt. En dan door 3 lussen. En daarna weer 3 stokjes achter elkaar. 1, 2 en 3. Dan gaan we weer 7 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kom je hier weer terecht. In het laatste stokje doe je een stokje. In die 2 lossen doen we een stokje. 1 en 2. Nou. Zo. En in de eerste stokje ook weer een stokje. Dan heb je er weer 4 op een rij. Gaat vandaag niet zo lekker. Daarna weer 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan kom je weer bij deze aan. Nou. En dat doe je helemaal rondom. Totdat je hier bent en dan zet je hem weer vast met een halve vaste en dan kom ik straks terug voor de volgende ronde. Nou, dan zijn we weer. Ik heb hier die laatste weer vastgezet in die derde lus. En dan gaan we weer 3 omhoog en dan gaan we 2 stokjes achter elkaar doen. Dus dit is de eerste en dan de volgende. Zo, weer omslaan. En dan gaan we weer zo'n onafgemaakt stokje maken. Zo, en dan gaan we weer eentje overslaan en in de volgende... Die gaan we ook weer onafgemaakt en dan weer de 3 lussen. En dan hou je hier weer 2 stokjes over. Zo. Dan heb je bijna de punt weer klaar. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dan gaan we in de 4e lus omslaan. 1, 2, 3, 4. In de 4e steek. En daar doen we weer 3 stokjes in maken. 1, 2 en 3. Daarna doen we 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit ga je overslaan. En dan ga je naar de volgende 7 lossen omslaan. En in de 4e steek 1, 2, 3, 4. En dan doen we weer 3 stokjes in. 1, 2 en de laatste is 3. Zo. Dan doen we weer 3 lossen. 1, 2, 3. Nou, dan kom je hier weer bij dit groepje. Dan doen we eerst de 2 een stokje. 1 en nog 1 is 2. Omslaan. Onafgemaakt stokje maken. Gaan we er weer 2 samen haken. Ook nog even. 1 keer. En dan nog een keer omslaan. 1 overslaan. En in de volgende omslaan. En dan heb je 3. En dan de 3 lussen. En daarna doe je weer 2 stokjes achter elkaar maken. Zo. Daarna doe je 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je in de 4e steek en dan doe je 3 stokjes in. 1, 2, 3. Daarna doe je 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ga je naar de volgende boog van 7 lossen. En dan ga je weer in de 4e steek weer 3 stokjes haken. 1, 2 en de laatste is, de laatste is 3. 3 lossen en dan kom je hier weer en dan doe je de eerste 2 gewoon een stokje in. 1, 2 en dan ga je 2 stokjes samenhaken, 1 maal
1 steek overslaan in de volgende steek. En dan 2 stokjes aan het einde. Nou, en dat ga je helemaal rond doen. En als je dan weer hier bent, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste. Dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 21 alweer.